for the first time, and I was like, baby, 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 ooh, baby, 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 ah, baby, oops, baby, baby, ooh, but you'll always be mine, mine. Praat ik hard? Hi, Igmar hier en ik heb goed nieuws voor je, want nog een paar weken wachten en dan kun je eindelijk weer genieten van een nieuw seizoen Lovers en Haters. Ik heb er zelf nooit in gezeten, maar ik kan niet wachten op een nieuw seizoen. Als jij dat ook niet kan, dan moet je je nu alvast even abonneren op het 538 Plus kanaal om niks te missen. Om alvast een beetje lekker in de stemming te komen, heb ik voor je de meest hilarische en de beste momenten van het afgelopen seizoen op een rijtje gezet. In deze aflevering gaan we terug naar het voorjaar van 2017. Dat was het allereerste seizoen van Lovers en Haters. Onder andere op de bank, nou goede naam hoor. Lil Kleine, Ronnie Flex, Seven Alias, Nienke Plas en Maan die zaten hier. Wat was in die tijd hun meest sexy foto op Instagram? Hoe zagen hipsters er volgens hun uit en wat drink je nou op Koningsdag? Nou, volgens mij gewoon bier, maar wat zeggen zij? Wat onze meest sexy pic is op Instagram. Ik plaats geen sexy foto's. Nee, je plaatst het helemaal niet. Nee, ja, dan ga ik een beetje... Nee, heb ik niet. Even zoeken. Je hebt je eigen Rukwahalla opgebouwd. Mijn meest sexy foto op Instagram. Bij mij moet je zoeken, is het niet voor de hand liggend? Toen was ik verkleed als Kim Kardashian. Zie je, ik heb tieten daar. Mm-hmm. Kijk dit. Verder vind je alleen maar foto's van mijn poes op Instagram. Wat is je Instagram? Kim Kardashian. Oh, ik heb best wel veel blootspullenfoto's. Dit vind ik een sexy foto. Ik zeg het je eerlijk. Het is Ronnie Flex met 10 ruggen in zijn hand. De sexy foto van Kai. Ja, het gaat heel lang duren dit. Dit was in Spanje. Strand. Ik heb ze volgens mij ook nog in Zwitserland in de sneeuw. Oh ja, die. Be a badass with a good ass. Ik ken hem gewoon zo. Ja. En dan even met een kooltrui zonder ketting en met haar helemaal gefixt. Oh ja, dat vind ik leuk, man. Geen idee wat het is. Het is geen vergif of zo, hè, wat je me geeft. Het is geen alcohol. Het is heel sterk. Zo. Oh. Oranje wat? Oranje bitter? Dat is toch bier? Is dit zeepsop of zo? Proost! Yes, het is alcohol. Is alcohol? Maar ik drink geen alcohol. Alcohol. Ja. Gadverdamme. Jij vindt niet zo lekker. Beetje een nichtendrankje. 3, 2, 1. Ik ga er gewoon een beetje slecht op. Ik ben een hater. Echt haat. Omdat iedereen op ze loopt kankeren, ga ik gewoon voor laf. Vreselijk. Ja, ik ga er ook op een beetje slecht op, omdat we een soort van een idee bij het woord hipster hebben van ik ben beter dan de rest. Het is heel hip om te kankeren op hipsters. Waar ik niet tegen kan, is dat je bewust alternatief gaat zijn. Het idee heb dat ze heel erg hun best doen om cool gevonden te worden. Ja, maar dan loop je eromheen. Voel ik het gewoon dat mannen het knotjes dragen. Het is vet. Ik weet niet wat zeg maar de beschrijving van een hipster is. Meestal vinden ze mij een commerciële hoer, maar dan denk ik van ja, je bent gewoon jaloers omdat je zo'n tas niet kan betalen. Ga je me nog uitleggen wat hipsters zijn? Een hipster is iemand die alleen maar koffie drinkt met zijn matties bij een leuk zaakje. Oh, ja. De typische hipster heeft een baard. Ze hebben een baard. De baard. De snor. Een snor. Sowieso het knotje. Die knotjes. En een knotje. Ik denk niet dat ze ook echt daadwerkelijk stinken hoe ze eruit zien. Zo'n reem en ronde zonnebril. Losse tatoeages. Die slavenband door de neus. Een net iets te groot wit t-shirt. En het polootje wat tot hoog dichtgeknoopt is. Choker. Nee, ja, dat. Hebben die vrouwen chokers? Dat vind ik dus echt de domste hype van 2016-17. Ik vind dat wel heel sexy. Ik ook. Dus chokers zijn cool. Bro, kijk, weet je, ik heb ook een paar gekke dingen op mijn rider. Ik had vroeger de rider van Mr. Polska overgenomen, omdat ik niet wist wat een rider was. En toen stonden er augurken op mijn rider en toen kreeg ik altijd augurken. Ik heb bijvoorbeeld een Bluetooth-box. Ik heb Choco-Mel. Een lange lijst aan de eten en drinken, man. Ik heb één fles Moët Rosé en ik heb één fles Dom Pérignon. Misschien is dat een beetje mag. Een goede fles champagne. Of misschien moet ik er twee Dom Pérignon van maken. Ik denk dat er meer op staat dan dat we eigenlijk nodig hebben. Wat zou jij op je rider zetten? In mijn pauze wil ik dat Peter Pannenkoek dan even een showtje geeft. Om even op te peppen. Onbeperkt zuipen. Als jij mag vragen van ja, doe mij maar lekker een dozijn oesters, Chateaubriand, Fruit de Mer, heel de kleren zo. Ja, dan lijkt je wel achterlijk om een broodje kroketten of een klamme tossie te vragen. Een linieputtertje waar je mee kan wegwerpen of zo? Je ziet Beyoncé toch niet met een strippenkaart komen. Ratta. Oh, wow. Ik ga hier niet naar luisteren.
Oh, oh, oh. Is dat Mozart? Verschrikkelijk. Oh, oh, oh. There we love me. You know you care. Shut whenever and I'll be there. You want my love. You want my heart. Are we an item? Girl, quit playing. Are you just friends? What are you saying? Hallo? Oh, dat is raar. Een hele andere voice heeft hij nu, hè? Hoe lang moeten we luisteren? Hij doet nog 3 minuten 44. Ik wil hem afluisteren. En misschien wel het hoogtepunt van seizoen 1, dat was het moment dat de gasten een pikante foto van ene Justin Bieber te zien kregen. Check het. Kijk daar, joh. Holy shit! Waarom is dat eeuw? Oh, 1. Wow. Wow. Is dat Justin Bieber? Nee, die heeft helemaal geen tattoos. Je was hier een hoer aan het neuken, toch? Maar je bent er niet blind of wel? Dat is een prima pik. Hij is zo opgerold, zoals je wel eens je mouw, weet je, zo. Is dit ook haar wat er allemaal hangt? Heeft hij zoveel schaamhaar? Gadverdamme. Scheer je zak eens een keer. Het is niet echt dat je zegt van, jezus, dat is te lekker bijgehouden. Het is wel een beetje ja, in my face, lang, maar ja, het is iets te lang zo daar. Zeg je eerlijk, thanks dat je het weer had. Wat vind je? Ik mag echt naar deze master laten kijken. Snap je? Ik wil hier ook helemaal niet echt langer naar kijken ofzo. En dan, tot slot, een kleine sneak preview van het nieuwe seizoen van Lovers and Haters. Check het alvast even. Zitten de women? 3, 2, 1. Lieve meersies, welkom. Dit is een nieuw seizoen Lovers and Haters. Nee, kappen nou. Ik ben helemaal in de war, man, van deze shit, man. Ik snap er helemaal niks. Ik weet ook niet wat ik bij voor moet stellen, zeg maar. Ik hoop dat jij dit ziet, señorita. Kanonnen! Gaan we naar fucking hel? Nee, man. Was dit stoer? Nee! Oh my God. Linda, Linda! Ik weet niet. Linda, nee, meneer. Ik. Dus nog een paar nachtjes slapen. Tel het af op je kalender. Maak een tekening thuis met dingen die je kan afstrepen. Want over een paar weken 13 kakelverse duo's die hun mening gaan geven over de meest spraakmakende en trending onderwerpen. En dat wil jij niet missen. Dat weet ik gewoon. Dus abonneer je vanaf nu op het 50 Plus kanaal. En zet je notificaties aan. Krijg je zo'n plingetje en dan weet je, daar zijn ze. Lovers and Haters.